Goedenavond, lieve mensen. Het is vandaag maandag en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is al avond, zoals je hoorde. En ik heb vandaag best wel een productieve dag gehad. Maar ik heb niks gefilmd omdat ik gewoon de hele dag beneden heb gezeten. En mijn moeder was ook thuis aan het werk. Die is nu ook weer meer thuis aan het werk omdat dat natuurlijk geattacheerd is. Dus ja, ik heb wel een afspraak met mijn coach gehad online. En dat ging eigenlijk wel heel erg goed. Ik heb weer wat meer duidelijkheid gekregen over het examen. En daar ben ik heel erg blij mee. Want ik had daar best wel veel stress over. En nu is het toch weer een beetje meer rust. Verder ben ik bezig geweest met mijn nieuwe project. Dat is wel heel erg leuk om te vertellen. En ik zal meteen even mijn Instagram daarvoor, voor mijn nieuwe project, hier ergens onder in beeld zetten. En dan kun je die Instagram even checken. En ik zou het heel leuk vinden als je die Instagram account gaat volgen. Dat Instagram account. Want dat wordt mijn nieuwe bedrijfje. Ik wil het vast opstarten. En na mijn examens wil ik ook echt me inschrijven bij de KVK, bij de Kamer van Koophandel dus. En ik ben dus bezig met een nieuw projectje, wat een mini-boekje moet gaan worden. Een boekje wat je met iedereen kan delen, wat makkelijk mee te nemen is en waar je makkelijk een gesprek over kan voeren. Het is ook iets wat gemaakt is om mensen in gesprek te laten gaan, krijgen zeg maar. Ik weet niet zo goed hoe ik het op beeld nu moet uitleggen, maar... Ja, jullie zullen daar steeds meer over gaan horen en meer over gaan zien. Wat ook superleuk nieuws is, is dat ik vorige week, vrijdag, toen kwam ik terug van vakantie. En 's middags werd ik gebeld door Bookscout over mijn tweede kinderboek wat ik had ingestuurd. En ze waren daar positief over. Ze vroegen of ik de illustraties al klaar had. En dat was natuurlijk zo. Dus die heb ik ook opgestuurd. En daar krijg ik deze week ook een reactie op. Dus dat is super leuk. En ja, dat zijn dus twee projectjes die nu eventjes lopen. Waar ik gewoon heel erg mee bezig ben. En ik moet dus ook 30 oktober begin ik met mijn examen. Dus ik heb nog even 2 weken nu om me daarop voor te bereiden. Dus daar ben ik ook heel erg mee bezig. En verder heb ik vandaag dus, ben ik daar heel veel mee bezig geweest. Ik heb veel geïllustreerd en zo. Dus ja, dat is het eigenlijk eventjes, een update. Ik denk dat die wel goed genoeg is zo. Ik neem jullie deze week mee. Ik weet niet precies wat ik allemaal kan gaan filmen, maar dat gaan jullie vanzelf zien. Goedemiddag, lieve mensen en welkom. Nee, niet welkom. Goedemiddag, lieve mensen. Het is vandaag dinsdag en het is 1:15. Ik ben de hele ochtend al bezig met mijn nieuwe projectje, met mijn mini-boekje. Wat je ook al hebt kunnen zien op mijn Instagram-pagina. Verder heb ik eigenlijk niet zoveel gedaan nog vanochtend. Ik heb straks om 2 uur therapie. Weer online, dus dat is lekker makkelijk. Kan ik gewoon inloggen en therapie volgen. En verder staat er vandaag niet zoveel op de planning. Ja, ik heb misschien nog even contact met stage over morgen. Het is namelijk zo dat ik morgen eigenlijk de hele dag moet stage lopen op locatie. Maar ik voel me daar niet echt helemaal top bij. Aangezien de besmettingscijfers heel hoog oplopen elke dag. En ik vind het gewoon niet een fijn gevoel. Ook omdat ik toch gewoon mezelf wel een beetje in de risicogroep heb gezet. En daar heb ik vandaag even contact over met mijn stagebegeleidster. Dus ik ben wel benieuwd, ja, wat ze voor mij kunnen doen. En ja, dus dat is, staat vandaag op de planning. Nou ja, omdat ik weet gewoon dat ik wel in die zin kwetsbaar ben. Omdat ik wel chronisch ziek ben. En ik weet dat ik niet per se in de risicogroep val. Maar ik weet gewoon, ik heb heel veel stress. Dus mijn weerstand is gewoon ook dermate laag dat ik denk, ja, als ik nu gewoon verkouden word, zou ik daar ook heel erg last van krijgen.
En ja, ik vind dat gewoon geen fijn idee. Dus dan heb ik zoiets van ja, als er dan wordt geadviseerd van werk zoveel mogelijk thuis, dan wil ik dat eigenlijk ook wel graag doen. Ja, heel goed op zich. Ja, dat ging wel heel goed. Ja, ik vond de eerste dag en de eerste nacht vond ik wel heel spannend. Dat ik echt dacht, wow, ik ben echt alleen en er is niemand vannacht die, nou ja, die me ergens mee kan helpen als het nodig is. Maar de rest van de dagen was echt ja, heel fijn. Ik heb echt heel veel nieuwe inzichten ook wel gehad. En gewoon wel even die bevestiging van dat ik echt wel heel graag gewoon op mezelf wil gaan wonen. Dat ik echt wel uit huis wil en zo. Dus. Zo, lieve mensen. Zoals je kan zien lig ik lekker in bed. Het is ook al avond. Ik heb therapie gehad vandaag. En dat ging heel goed. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb nog contact met stage gehad. En ja, ik kreeg eigenlijk een hele positieve reactie. Of in ieder geval, het was met heel veel begrip. Het was gewoon een fijn gesprek. En ik snapte heel goed waar zij ook vandaan kwam. Dus dat is nu geregeld, soort van. Moet even kijken hoe het gaat en of het werkt. Dus dat ga ik morgen doen, vanuit huis stage lopen. En verder gebeurde er daarna best wel iets heftigs in onze straat. We hebben zeg maar aan een kant van de straat staan allemaal bejaardenwoningen. En er kwam eerst een brandweer met sirenes en alles en zwaailichten de straat in. En ja, snel, die gingen snel het huis in. We konden het zeg maar zien vanuit ons huis. En daarna kwam er een ambulance met zwaailichten en sirenes. En toen kwam er nog een politieauto, hetzelfde verhaal. Toen kwam er daarna nog een ambulance en nog een politieauto. Dus ja, je weet dan dat het heel erg is allemaal. Half Jubbega stond er ook. Echt dat ik denk, Jezus jongens. Er gebeurt in die mensen hun leven iets heel ergs. En dan komen er zoveel mensen kijken. Ik kan daar zo slecht tegen. Ik heb dat nooit begrepen. Ik snap wel dat je nieuwsgierig bent van, goh, wat zou er zijn? Maar ook gewoon mensen met kinderen. En dat was het moment dat ik echt, nou, een paniekaanval kreeg. Ik moest helemaal heel hard huilen. En ik was helemaal aan het hyperventileren. En ik kon het gewoon allemaal even niet meer, ja, een plek geven of zo. Dus ja, ik was helemaal in paniek eigenlijk. Dus vandaar dat ik nu ook gewoon super moe ben. Ja, het was niet alleen de situatie die er gebeurde op dat moment die me veel stress gaf. Maar ik heb gewoon sowieso veel stress. En ik denk dat het alles bij elkaar was. Morgen is mijn vader ook. Dat is de sterfdag van mijn vader morgen. En dan is het alweer 19 jaar geleden. Maar ja, dit was wel eventjes heftig om vandaag mee te maken. Dus ik ben gewoon nu heel erg moe. Dus ja, ik ga nu niks meer doen. Ik heb de hond nog wel lekker uitgelaten. Ik heb echt ja, dik half uur met hem gelopen. Dat was heel erg fijn. En het gaat nu ook wel weer. Ik heb ook nog met Olaf gebeld. Dat was ook wel heel erg prettig. En ja, het gaat wel weer. Het was misschien ook wel even goed dat het eruit is. Maar het was wel gewoon heel heftig. En de vrouw waar het was gebeurd allemaal is helaas ook overleden. Dus dat is ook gewoon heel heftig. Ik weet niet precies wat er is gebeurd. En dat doet er verder ook helemaal niet toe. Maar ja, goed. Dat is dus eventjes wat er vandaag is gebeurd. Ik hoop dat morgen een beetje een betere dag wordt. Ook al, ja, zoals ik al zei, is dat ook niet een hele leuke feestelijke datum. Dus ja, ik doe gewoon wat goed voelt voor mij. En ik hoop gewoon dat het stage lopen vanuit huis een beetje lekker gaat. Maar daar neem ik jullie morgen in mee. Dus ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen lieve mensen, het is vandaag woensdag en het is nog heel erg donker buiten, maar ik denk dat dat vandaag ook zo blijft, want het regent heel erg. Ik heb vandaag een dagje stage, maar wel vanuit huis, dus dat is eigenlijk heel erg fijn. Ik heb dat gisteren al uitgelegd waarom dat is, dus ja, ik heb dat vandaag dus. Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan, ik hoop dat het allemaal een beetje vlot verloopt. Ik heb een dag van 10 tot 4, vandaag is ook de sterfdag van mijn vader. Dus ik ben vandaag, het staat daar vandaag ook wel bij stil. Dat heb je net al kunnen zien in het sfeerbeeld. Op deze dag vind ik het altijd belangrijk om een kaarsje ten alle tijde zeg maar aan te hebben bij zijn foto. En dat vind ik gewoon een fijn idee om hem ook te laten weten dat we aan hem denken. Vooral vandaag. Ik denk natuurlijk altijd aan hem, maar ja. Dus ja, dat is eventjes de update. Ik had ook een mail gekregen dat mijn MacBook is opgestuurd met de post. Dus die krijg ik morgen. Daar ben ik echt super excited over, want dan heb ik eindelijk mijn nieuwe laptop. Maar ik denk dat ik daar een unboxing ga filmen
voor als extra video. Dus niet in de vlog, maar echt als extra video. Ja, dat lijkt me gewoon heel erg leuk. Verder heb ik deze week eigenlijk niet heel veel plannen. Dus ik hoop dat deze vlog alsnog een beetje leuk wordt. Maar ja, na die vakantievlog is het natuurlijk logisch dat het een beetje weer een rustigere vlog is. Kan niet allemaal heel erg leuk zijn. Dus ja, dat is eventjes de update. Ik ga zo beginnen met stage dus. En ja, ik neem jullie vandaag mee voor zover dat ik kan. Nou, ik ben even verhuisd naar boven, want dan kan ik lekker in mijn kantoortje zitten achter mijn laptop. Dat werkt toch net iets fijner dan beneden. Dus ja, ik ben best wel lekker bezig. Ik heb een paar taken gehad en daar ben ik lekker mee bezig. Het is echt een rot weer vandaag. Joh, het regent de hele tijd en het is heel donker. Ik heb hier ook gewoon het licht aan. Echt, waarom? Maar goed, dat is eventjes tot nu toe waar ik mee bezig ben. En ik moet nog even tot 4 uur, dus ik ben nog wel eventjes bezig. Oké, het gaat weer lekker. Ik heb net te horen gekregen, echt net, dat ik vrijdag een mondeling examen van Nederlands heb. Ik was daar niet op voorbereid, dus ja, dat kwam wel even als een verrassing. Nou geeft het niet echt, maar ik wist eerst ook helemaal niet wat ik daarvoor moest doen überhaupt voor dat examen. Dus dat heb ik net nog gevraagd en gelukkig kreeg ik daar heel snel antwoord op. Wat dus betekent, ik moet gewoon over mijn stage vertellen aan de hand van een PowerPoint. Nou ja, dat komt op zich wel goed. Ik maak me daar niet heel veel zorgen over. Ik vind het alleen jammer dat het zo'n kort dag is. En dat ik me eigenlijk dan alleen morgen heel goed kan voorbereiden. En dan is het ook al, zeg maar, vrijdag. Maar goed, aan de andere kant, dan ben ik er maar weer van af. Dat vind ik op zich ook wel weer een fijn idee. Ik heb een pakketje gekregen van Samantha. Dat is de vrouw waarmee ik het, waarvoor ik de illustraties heb gemaakt voor haar boek. Voor haar kinderverhaal. Dat ga ik straks eventjes openmaken met jullie. Dat is het dan voor vandaag. Ik moet nog eventjes stage lopen. Het is nu bijna 2:30. Ik ben tot 4 uur aanwezig. Dus ja, dat eigenlijk. Dat kwam even als een verrassing. Maar ik heb dus vrijdag een examen. Dus ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Oké, mensen. Ik heb... Zo gaat het vandaag dus. Goed. Wat ik wilde zeggen is, ik heb even niks te doen voor stage. Dus ik denk dat ik ook al bijna klaar ben. Ik heb ook al mijn PowerPoint gemaakt voor het Nederlands examen. Dus dat is heel fijn, want dan kan ik morgen gewoon de hele dag lekker oefenen. En dan vrijdag gewoon even knallen. Maar zoals ik zei, heb ik dus een pakketje van Samantha waar het boek waarschijnlijk in zit. Dus dat ga ik eventjes een schaar met jullie openmaken. Het is heel goed dichtgemaakt, zie ik. Daar heeft ze veel liefde in gestoken. Ik ben heel benieuwd, want het is best wel een grote doos. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal in zit. Zo, ik heb hem open hoor. Moet van ver komen, maar dan heb je ook wat. Als eerst een heel lief kaartje. Met bedankt. Oh jongens, ik zie toch een leuke sleutelhanger. En ze heeft er speciaal een meneer Muis in gedaan. Ze had deze sleutelhangers met mijn illustraties van het boek. Maar ze heeft deze gewoon dus gemaakt met meneer Muis. Dat vind ik echt heel erg leuk. Oh, en bovenop ligt dus het boek. Kijk jongens, dit is het boek. En ik heb dus de illustraties voor dit boek gemaakt. Dit is de achterkant. Dus als je wil lezen waar dit over gaat, moet je hem nu eventjes op pauze zetten. Dan kan je lezen wat het allemaal is. En dit gaat dus over het kleine leeuwtje wat voorop staat. En het is gewoon een heel mooi verhaal. Waarin gewoon, hoe zal ik het zeggen? Het gaat over dat iedereen anders is en dat dat juist goed is. En dat iedereen daardoor juist uniek is en... Ik ben tenslotte anders, net als jij. Dat staat er bijvoorbeeld op. En ja, ik zou vooral Samantha haar Instagram ook eventjes hieronder zetten. En ook even in beeld wat haar Instagram is. Dan kan je dat ook even gaan checken. Als je dan zelf een boek wil, kan je haar even een bericht sturen. Ik weet niet precies hoe ze dat doet namelijk met bestellingen. Maar volgens mij kan je gewoon op haar Instagram, zul je dat vast wel kunnen zien. En dan kan je het boek dus bestellen. Maar er zitten hele mooie afbeeldingen in. Zulke. En ik wil even mijn favoriet laten zien. Oh ja, dit is wel echt mijn favoriet, denk ik. Deze. Kijk nou, hoe leuk. Dat hebben we toch leuk gedaan samen. En wat zit hier nou nog in dan? Oh. Een kus.
Jackson. En die heeft ze dus zelf ook op haar Instagram. Maar dan dus met die leeuw, die ik dus heb getekend. Maar nu heeft ze mij dus eentje speciaal van meneer Muis opgestuurd. Nou, dat is toch super leuk. Ik vind dat echt heel leuk. Nou, heel erg bedankt Samantha dat je er zo'n mooi pakketje van hebt gemaakt. Dat vind ik echt super tof. En ja, zoals ik al zei, heb je interesse in het boek en weet ik veel, ga dan lekker naar haar Instagram. Dan kan je daar alle informatie vinden en dan kan je haar ook altijd een berichtje sturen. En dan kan je gewoon een boek bestellen. Zouden we heel leuk vinden als je dat doet. En ik zou het heel leuk vinden als je de illustraties heel goed bekijkt, want die zijn natuurlijk van mij. En ja, het is gewoon een heel bijzonder verhaal en het is leuk om nu de illustraties ook echt in het boek te kunnen zien. Dat geeft gewoon echt een mooi beeld. En dat vind ik gewoon heel leuk dat ze nu in actie zijn. Dus vooral even checken. Hallo lieve mensen, het is vandaag donderdag en ik sta geparkeerd in Gorredijk. En ik dacht dat het niet zo druk zou zijn om 11 uur 's ochtends, maar dat is het wel. Want iedereen denkt nu, ik moet om een rare tijd gaan. Maar goed, ik ga even naar de Action alleen. En daar, ik heb wat dingen nodig en ik wil graag wat andere, ja, ik wil gewoon even sneupen ook. Voor zover dat dat kan natuurlijk. Ik ga eerst nu meteen even mijn handen ontsmetten. Dan hoef ik dat straks in de winkel niet meer te doen. En natuurlijk met een mondkapje. Maar dat staat vandaag nu even op de planning. En verder ga ik... Ik krijg mijn laptop vandaag, dus dat is ook super leuk. En verder moet ik even kijken. Ik moet mijn Nederlands examen natuurlijk heel erg oefenen. Ik heb een lijstje gemaakt met wat voor spullen ik nodig heb. Dus dat is ook mooi. Nou ja, en mijn mondkapje heb ik hier. Dus die doen we even voor. Want ik vind dat belangrijk. Ook al zeggen sommigen dat het niet nodig is. Ik vind het wel. Dus ik doe het gewoon. Nou, let's go. Ik heb alles gevonden. Waaronder twee hele foute mokken. Mijn broer heeft een hele lelijke theemok op dit moment. Dus ik heb voor hem een hele leuke theemok gekocht. En ook een hele lelijke met een kerstman. Verder... Of zal ik gewoon even alles laten zien? Of zal ik dan eventjes ergens parkeren waar ik niet zo bekeken word? Want ik word nu echt bekeken omdat ik in het ronduit aan het praten ben. Wat? Ja, logisch toch? Even nadenken waar ik dan kan parkeren. Misschien gewoon thuis. En dat ik het daar even allemaal laat zien. Dat zou wel kunnen. Ja, dat ga ik doen. Ik ga eerst naar huis rijden. En dan laat ik jullie zien wat ik allemaal heb. Oké, ik ben thuis. Oké, ik ga het even snel bij langs. Bij de Zeeman kocht ik onderbroeken. Dat is niet zo bijzonder. Bij de Action kocht ik dit masker. En deze kon je ook zien in de vlog van Esther volgens mij. Dus die wil ik ook gewoon graag proberen. Ik kocht ook een haarbandje. Een zwarte met zo'n knoop. Ik weet niet of het me staat, maar ik wou het gewoon eens proberen. En Action heeft fijne prijzen. Ik kocht deze geurkaars met cederhout. Die ruikt echt ontzettend lekker. En ik kocht ook een geurkaars in fresh cotton. Die lijkt me ook super lekker. Ik kocht ook een Jade Jade roller. Zo eentje voor op je gezicht met stenen. En dan dus honing voor mijn moeder. Die vroeg van wil je dan ook honing meenemen? Dat doen we vaak bij de Action. Dan heb ik ook wasbare wattenschijfjes. Want het lijkt me gewoon goed. En het is ook goed voor het milieu. Dus dat wou ik gewoon ook eens proberen. En ik zag dat ze dat nu dus hadden. Ik kocht ook twee vreselijke mokken. Zijn ze nog heel? Ja. Kijk eens even jongens. Die wil je toch in je leven? Geweldig. Dus dit is even een grapje van mij voor mijn broer. Maar ik heb ook een leuke mok voor hem gekocht. Voor nu. Eentje met een gorilla. Nou, dat is echt zoveel beter dan wat hij nu heeft. Dus ja, ik denk dat dit wel leuk cadeautje is voor hem. Dat was het. De batterij is leeg, dus dat is mooi. Ik ga nu naar huis. Lekker in huis thee drinken. Oh jongens, ik zie er echt niet uit. Maar goed, zo gaan we van een mini shoplog in de auto naar het is al avond. Ik ben hier voor mij, daar, dat kunnen jullie niet zien, ben ik mijn nieuwe MacBook aan het instellen. En ik heb daar ook een video van gefilmd. En die kan je aankomende woensdag op mijn kanaal verwachten. Dus hou mijn kanaal voor in de gaten als je het leuk vindt om een unboxing te zien van mijn nieuwe MacBook Pro. Ik heb dus een nieuwe MacBook en ja, ik ben hem nu aan het instellen zoals ik net al zei. En ik heb vanavond ook nog een uur gevideobeld met Esther.
Ik heb morgen mijn mondeling examen en dat is via Teams. En er stond in de gegevens dat ik moest weten hoe ik mijn scherm moest delen. Zodat ik mijn PowerPoint ook kan laten zien. En dat moest ik dus even oefenen. Dus Esther wou dat wel even met mij oefenen. Dat ik even kon zien zeg maar hoe dat moest. Nou, dat was super makkelijk. Dus ja. Verder heb ik vandaag niet zoveel gedaan. De reden trouwens dat ik deze vlekjes in heb is omdat ik gedoucht heb en mijn haar is dus nu nat. En dan ga ik zo slapen en dan heb ik morgen een beetje meer volume in mijn haar. Want als ik dat niet doe dan heb ik echt heel slap sluik haar. Dus ik heb dat de laatste tijd ben ik dat aan het doen en dat bevalt me gewoon heel erg goed. Want zo beschadig je je haar ook niet met hitte of dat soort dingen. Het droogt gewoon nu zo vannacht en dan is het gewoon prima. En ik heb niet last ervan of zo. Ik slaap gewoon prima met die vlekjes. Dus dat is even daar een uitleg voor. Want het ziet er niet uit. Ik ben net een vierjarige. Maar goed. Dus dat is eventjes weer... Dan weten jullie weer wat ik heb gedaan vandaag. Maar goed. Ik ga straks nog even, denk ik, mijn mondeling examen bij langs. Om te kijken of ik alles een beetje snap. Maar ik ben niet echt zenuwachtig. Het is natuurlijk wel spannend altijd. Want het is een examen. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het wel goed komt. Dus ja, dat ga ik morgen doen. En dan kan ik jullie wel even meenemen in nou ja, hoe dat ging enzovoort. En verder staat er vanmorgen niet heel veel op de planning. Ik wil wat contact zoeken met stage, dat soort dingen. Gewoon ja, standaard dingen eigenlijk. Maar ik neem jullie morgen mee. Ik ga straks lekker naar bed. Dus slaap lekker. Goedemorgen lieve mensen. Het is vandaag vrijdag. En ik heb net al eventjes mijn mondeling examen geoefend. Hardop. Even met de stopwatch erbij. Zodat ik weet hoe lang ik ermee bezig ben. Want je moet tussen de 5 en 10 minuten mag je praten. Nou, daar zat ik mooi tussenin. Dus daar ben ik heel erg tevreden over. Ik heb om 11 uur mijn examen. Het is nu 5 voor 10. Dus ik heb nog een uurtje om nou ja, een beetje me voor te bereiden. En om gewoon ja, even te ontspannen. Vandaag heb ik verder niet heel veel op de planning staan. Ik wil in ieder geval mijn extra video gaan editen. En misschien ook al een deel van de vlog. Aangezien ik dus mijn nieuwe laptop heb. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. En verder ga ik misschien vanavond naar Olaf. Maar dat weet ik eigenlijk nog niet zeker. Dat ligt er even aan hoe ik me voel. Het gaat nu op zich wel goed. Maar ik weet dat ik soms zomaar kan instorten als ik iets spannend heb gehad. En ik krijg bij de post vandaag een soort proefdruk van mijn miniboekje. Ik weet dat die uiteindelijk niet op deze manier wordt zoals ik hem nu vandaag krijg. Want ik ga hem waarschijnlijk via een andere website laten drukken. Want deze website was best wel duur. En verder krijg ik ook een nieuwe Masha planner bij de post. Ja, ik krijg ze niet. Ik heb ze gewoon besteld hoor. Dat zou leuk zijn als ik het allemaal krijg. Want ik wil toch weer meer gaan plannen op papier. Ik weet dat ik een bullet journal heb. Maar die gebruik ik meer als journal. Gewoon om in te schrijven van dingen die ik heb gedaan op een dag. Een soort dagboek. En ik wil dus toch een planner ook gaan gebruiken. Ik merk gewoon dat ik een soort van chaotisch word. Als ik het allemaal online in moet vullen. En dan heb ik geen overzicht meer. Dus ja, ik wil toch weer een planner gaan gebruiken. En de Masha planner vond ik altijd heel erg fijn. Dus ja, die ga ik weer gebruiken. Verder, ja, zie ik wel even wat de dag mij brengt. Het is heel mistig vandaag buiten. Dus dat is wel jammer eigenlijk. Maar ja, maakt niet uit. Oké, ik ga dus zo beginnen met mijn examen. Nog, nou, 7 minuten. En ik ben best wel zenuwachtig. En ik had dus ineens vet ruzie met mijn AirPods. Die willen niet verbinden met mijn nieuwe laptop. Dus ja, nu heb ik maar gewoon met een draadje. Want ja, ik heb het wel gewoon nodig, oordopjes. Dat moet, zeg maar. Dus ja, ik had even heel erg stress. Omdat ik dacht, waarom wil dat nou niet verbinden? Dus daar moet ik straks na het examen nog even goed naar kijken. Want ik snap niet helemaal waarom dat niet wil. Dus ja, ik ga zo het examen doen. En ik ben best wel zenuwachtig. Ik weet ook wel dat het gewoon goed komt. Maar het is toch even weer nieuw of zo. En het is een examen. Dat klinkt altijd meteen zo officieel. Dat is het natuurlijk ook. Maar goed, het komt vast allemaal goed. We gaan het gewoon doen. Kunnen jullie de presentatie allemaal zien? En kunnen jullie mij ook goed horen? Dat is ook wel belangrijk. Nou, welkom bij mijn presentatie. Ik ga vertellen over mijn stage bij het OYO. Nou, ik ga kort vertellen over wie ik ben. Daarna ga ik vertellen waar ik stage loop. Daarna ga ik vertellen wat het OYO precies is. En ik vertel ook iets over mijn taken bij het OYO. Vervolgens ga ik iets vertellen over wat ik heb geleerd. En dat ga ik in het breedst van de zin doen, omdat ik nog maar heel kort stage loop bij het OYO. En ik ga iets vertellen over wat ik nog wil leren / bereiken.
Ik heb nu beide onderdelen gehad. Dus het presentatie geven en het gesprek voeren met de andere kandidaten. Ik moest wel mijn presentatie dus voor iedereen houden. Dat was ik niet helemaal van uitgegaan. En straks worden we weer gebeld en dan krijgen we meteen onze cijfers. Dus dat is wel heel erg chill. Maar ik ben echt heel benieuwd. Ik ben best wel bang eigenlijk. Het ging volgens mij wel goed, maar met gesprek voeren. Weet je, ik ben iemand, ik laat dan iedereen uitpraten, maar dan is er niet echt een moment dat ik ook aan het woord kom. Ik vind het heel moeilijk om mezelf er zeg maar tussen te gooien. Dus ik merkte ook dat ik daar nu een beetje last van had, maar volgens mij hebben ze wel een indruk gekregen. Dus ja, ik ben heel benieuwd. We krijgen straks onze cijfers, dus dan horen jullie weer van mij. Nou mensen, ik heb op spreken een 8 gehaald en op gesprek voeren een 6,7. Dus ja, ik ben eigenlijk wel tevreden. Ze vonden dat ik heel duidelijk en rustig sprak en dat ik gewoon wat ik zei, dat was gewoon heel duidelijk. Dus ja, ze vond dat ik heel mooi sprak, dus dat vond ik wel leuk om te horen. Dus daar ben ik tevreden mee en ik ben er helemaal moe van. Ik heb er echt hoofdpijn van gekregen. Ik had ook niet in de gaten dat het zo lang duurde, maar het was dus echt van 11 tot half 1. Maar goed, dat geeft verder niks. Ik heb het weer gehad. Ja, nu ga ik even lunchen. En dan ga ik straks nog even wat dingen regelen voor school en stage. En ja, dat is dat. Jee mensen, ik werd gebeld weer door Book Scout. Die zou weer contact met mij opnemen deze week. Want ik had de illustraties van mijn nieuwe boek opgestuurd. En daar zouden zij aan de hand van weer contact met mij opnemen. En ik kreeg dus mijn beoordeling. Soort beoordeling. Het was gewoon hun feedback zeg maar op het verhaal. En ze vonden het heel erg leuk en heel aansluitend bij kinderen. En dus ze gaan mij een contract opsturen. En dat kan ik dan weer ondertekenen. En dan ja, gaan we weer verder in het proces. Ik weet natuurlijk al een beetje hoe dit proces gaat. Omdat ik natuurlijk mijn Meneer Muis gaat naar de maanboek ook bij Book Scout heb laten uitgeven. Dus ik weet eigenlijk wel hoe het proces gaat. En ik ben er gewoon ontzettend blij mee en trots op dat dit ook weer gewoon een boek gaat worden. Wat je weer gewoon kan bestellen en wat ik dan gewoon, ja, ook weer geschreven. Dan heb ik gewoon 2 kinderboeken op mijn naam en dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Dat is eigenlijk gewoon even wat ik wilde delen met jullie. Ik ben heel erg blij dat dat, dus, dat boek dus ook komt. En mocht je daar nou meer over willen weten, volg me dan even op mijn Sterrenmaan Instagram account. Want daar deel ik ook updates over dit soort dingen. Ik ga nu waarschijnlijk ook wel weer eventjes een update plaatsen over dat ik het goede nieuws heb te horen gekregen. En ja, ik hoop gewoon dat ik daar heel veel mensen kan gaan bereiken. En dat ik dan op die manier ietsje meer reclame kan maken dan bij mijn vorige boek. Want mijn Meneer Muis gaat naar de maanboek gaat qua verkoop niet heel erg goed. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Het gaat gewoon niet zo zoals ik had gehoopt misschien. Dus ik wil het met dit boek gewoon ook anders aanpakken en gewoon een stukje, ja, hopelijk meer mensen bereiken. Het is ook voor een jongere doelgroep, dus misschien dat daardoor ook wel weer meer mensen denken, hey, ik heb zo'n jong kind in mijn omgeving of nou, whatever. Ik weet niet zo goed wat ik wou zeggen, maar ja, het is gewoon leuk en ik ben heel erg blij. Dus dat is mooi. Oh jongens, ik heb pakketjes binnen. Dit is van dus dat boekje wat ik heb laten drukken. Oh. Oh, dit is wel heel leuk. Nou, het was dus de bedoeling dat het een klein boekje zou worden. Maar hou even in je achterhoofd, dit wordt het niet. Het wordt wel dit formaat. Maar zoals dit nu is, het wordt het niet. Maar dit is wel het formaat wat ik wil. En ook wel eigenlijk qua lettertype en qua afbeeldingen wel. Kijk, dit is de achterkant. Dan kun je even lezen wat ik wil bereiken met dit boekje als je hem even op pauze zet. Nou ja, ik kan wel even 1 afbeelding laten zien die ik heel mooi vind. Het is gewoon een boekje wat aan moet zetten om een gesprek te voeren met een ander. Want het ziet er natuurlijk uit als een kinderboekje en je kan hem ook best aan je kind voorlezen. Alleen hij is meer bedoeld voor de volwassenen onder ons in een kinderlijk jasje om het makkelijk te maken en om makkelijk een gesprek aan te gaan. Maar goed, dit wordt hem niet, maar hij wordt wel zoiets. Dus dan weten jullie dat vast, maar daar hou ik jullie van op de hoogte. En dan heb ik ook een pakketje van bol.com. Ik zei het al, ik heb de masjeplanner nog een keer besteld. Dus die ga ik ook even uitpakken. Ik heb nu deze, die was alleen nog op voorraad, maar die is heel erg leuk. Nou ja, en een planner spreekt wel een beetje voor zich. Hier zitten dan ook stickers in en een paar kaartjes geloof ik, maar ik kan wel even de binnenkant laten zien trouwens. Ik denk dat jullie dat misschien wel leuk vinden. Kijk, dit is een met glitters elastiek. En je hebt dus
zulke pagina's. En je kan het dus zelf nog helemaal invullen. Je kan, de dagen staan er wel in, maar je kan zelf de datums en de weken en zo invullen. Dus dat vind ik super fijn. En dan kan je zelf dus ook nog al die hokjes invullen naar wat je wil. Nou, achterin heb je dan dus ook van die leuke stickers voor de maanden en zo. Ja, het is gewoon heel erg uitgebreid en hij is heel fijn. Ik heb hem dus al eerder gehad, daarom weet ik het. Die ga ik straks even invullen alvast, want ik heb weer genoeg te doen ook vanuit Bookscout. Want het is natuurlijk heel erg leuk nieuws dat mijn boek wordt uitgegeven, maar er zit ook weer veel werk aan. En ja, dat wil ik jullie trouwens meteen even om een gunst vragen. Ik weet dat bij Bookscout moet je een bepaald aantal e-mailadressen verzamelen, waar als eerst een e-mail naartoe wordt gestuurd vanuit Bookscout over mijn nieuwe boek, wanneer die zeg maar te bestellen is. En ik heb dus best wel veel e-mailadressen nodig van jullie eigenlijk. Dus ik zou het heel leuk vinden als jullie mij op Instagram of op Facebook een berichtje sturen met jullie e-mailadres, zodat er dus een promotiemailing jullie kant op komt als eerst. Dus dan weet je als eerst dat het boek te bestellen is. Ze maken die mail altijd heel erg leuk. Via die mail kan je dan ook mijn boek meteen bestellen, dus dat is hartstikke leuk. En je helpt mij er gewoon heel erg mee. Dus als je dat wilt doen, mijn Instagram en mijn Facebook staan altijd in de beschrijving van deze video. Die staat onder deze video. En ja, dan zou ik het heel fijn vinden als je je e-mailadres bij mij achterlaat. Zodat ik die kan gebruiken of mag gebruiken. Ja, dan is dat even mijn gunst die ik van jullie vraag.